Zo, welkom terug bij een nieuwe probleem met. En vandaag ga ik de aftermath bespreken uh, die ik had met uh, Tycho Wonen en de rechtszaak. En ach, alles wat daarbij komt. Het is echt verbluffend. O, ik, ik weet eigenlijk bijna niet eens waar ik moet beginnen. Laat ik beginnen bij de schade die ik heb opgelopen. Ehm. Um, talloze uren, talloze uren aan verspild. Echt tientallen uren aan, aan, aan procederen. Um, uiteindelijk heb ik uh, meer dan uh, 3000 euro aan, uh, aan schade. Um, en uh, moet ik dus ruim 3000 euro uh, terugbetalen. Dan daarbovenop heeft de gerechtsdeurwaarder... Ook nog niet eens in eerste instantie uh, de, de, uh, de juiste uh, drempel, uh, in beslagdrempel uh, uh, toegepast, waardoor uh, daar ook eigenlijk een juridische strijd over ontstond. En toen moest ik naar het uh, gerecht voor grensdeurwaarden stappen om uh, een soort vorm van: ja, zij zullen het vinden afdreiging, ik vind van niet. Ik, ik vind meer gewoon van joh, ik heb het tegen jullie een paar keer gezegd, maar jullie willen niet luisteren. Dus dan moet ik naar een plek toe die jullie pijn kan doen. En dan toen, het moment dat ik naar de plek toe ging die hen pijn kon doen, toen was het opeens van. Oh ja, het kan opeens wel. Heel, heel, heel vreemd hoe dat, hoe dat werkt bij mensen. En het zegt, het zegt ook tegen mij dat. Uh, als een burger het zegt, dan is het gewoon van, hè, dan doen ze gewoon een dikke fuck you en, en krijgt de kleren en hem uh, maar op. Maar zodra het bij partijen komt die de behoefte hebben om uh, Jouw pijn te mogen doen, dan ze even, oh nee, oh nee, 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 jij, nu wat laag en laf. Dat 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 is iets wat vrok bij mij tenminste bij mij wrok koestert. Want ik leer nu ook dat uh, ik gewoon het niet meer uh, hoef te vragen of lief te vragen of over in online gaan, want ik weet toch wel dat dat niet gaat werken. Je moet gewoon gelijk naar een partij die een, 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 bam, een, een beslissing kan, kan opleggen, want ergens in de midden schieten, dat, dat is. Pff, dat werkt gewoon in Nederland niet meer. Dat is, dat is iets wat mijn grootouders nog kennen, maar ik zal het mijn eigen en mijn eigen kinderen zou ik het niet meer kunnen vertellen. Ehm. Um, maar goed, 3000 euro schuld. Heel veel uren verder. En ook weer te maken met falende rechtsstaat. Die niet um, alle punten in, in oogschap noemen. Want dan zou ik vrijgesproken zijn. Um, en dat is dus het, het, het volgende wat mij ook heel erg hier, hierin stoort. Is dat de, uh, de rechtspraak. Zowel het lager uh, beroep als het uh, hoger beroep. Ik heb... Laat ik zeggen, voor het gemak, 10 punten aangedragen. 10 punten die mijn onschuld bewijzen. En die zijn uh, niet in ogenschouw genomen. En de drie punten van de tegenpartij die beweren dat ik de schuldige ben, die zijn eigenlijk allemaal wel in ogenschouw genomen. Maar als je op die manier rechtspraak gaat toepassen, dan kun je eigenlijk vrijwel iedereen wel gaan veroordelen. Want als de, degene die onschuldig is tot het schuldig is verklaard. Zijn punt aandraagt en die ga je gewoon überhaupt niet in overweging nemen. Wat is een verdediging dan? <laughs> dan, dan, dan kun je gewoon net zo goed. Dan, dan, dan is gewoon. Rechtspraak is totaal, is, is totaal één grote grap. Dan ben ik al veroordeeld op het moment uh, dat, dat, uh, uh, dat. Dat een claim is ingediend. En zo zou de rechtspraak niet moeten werken, maar in geval heeft dat wel gedaan. En uh, nou, ik krijg daar dus geen compensatie voor. Uh, ik ben dus ook heel naast op zoek naar uh, eigenlijk een, een, uh, een instituut die onrecht aanpakt. Um, en, en, mij, uh, en, en dan niet alleen in gezegden of in publicaties of in wat dan ook, want dat zet niet zoveel zoden aan de dijk. Maar gewoon mijn, uh, mijn last, mijn financiële last op dat punt um, uh, draagt. Want ik heb ik er heb echt wel flink, uh, flink voor lastig gehad. Want ze wilden namelijk hier, dreigden ze om aan de deur te staan. En in één keer hebben ze het ook uh, uh, daadwerkelijk gedaan. Ik was toevallig niet thuis. Maar ik zag het van de afstandje zag het gebeuren. Dus ik was echt super blij dat ik op dat moment net niet thuis, nog net niet thuis was. Um, ik was er zo dichtbij dat ik zelfs die vent nog gedag heb gezegd toen hij nog lang, langs kwam lopen. Niet wetende dat ik het was. Vond ik wat tof. Maar um, ik had al van tevoren aangegeven: en van doe het niet, kom niet langs bij mij. Um, echt waar, niet doen. Want um, ik heb complexe PTSS. Ik raak dan in een angst- en paniekaanval. Ik zal me dan bedreigd voelen in mijn voortbestaan. Uh, ik heb daar ook de diagnose voor. En dat als ik mij vo bedreigd voel in mijn voortbestaan, ga ik vechten, en ga ik ook fysiek worden. Dus alsjeblieft, ik wil niet vechten. Ik wil niet, niet, niet fysiek worden. Maar lok dit niet uit. Kom niet bij mij langs. Alsjeblieft, laat me gewoon mijn eigen huis, mijn eigen terrein, laat dat in, in vrede en, en alles. Doe het niet. Kom niet op mijn territorium. Please. Ik heb het ze heel vriendelijk en lief en beleefd verzocht. En wat denk je? Ze doen het toch? Ze doen het toch? En het enige wat ze mazzel hebben is dat, 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 dat ik toen niet was. Dus ik had, voelde die bedreiging nog niet zo... Nah. Ik stond te shaken. Maar ik wist ook dat als ik, als ik wat zou doen, dan zou ik mijn vermomming verklappen. Dus moest ik niet doen. Maar toen kwamen ze dus erachter dat het niet lukte en kon. Um, en toen hebben ze um, uiteindelijk een loonbeslag doorgevoerd. En dat is waar we nu op uh, op zitten. En. Um, eigenlijk iets heel specifieks wat ik zou willen zien is dat. Um, een plek voor ambtenaren tot, tot een no go zone verklaard kan worden omtrent medische redenen van het individu dat daar woont. Um, Kijk, ik ben geen crimineel. Ik heb echt wel waarschijnlijk uh, bij, bij heel wat overheden uh, sta ik op een zwart lijstje, maar ik ben geen crimineel. Of als de overheid vindt dat ik een crimineel ben, dan is dat alleen maar omdat ik niet pas in hun geconstrueerde plaatje van hoe een burger zou moeten zijn. Ik zit altijd aan het verkeerde eind van hun verzinsels. Um, en dan ben ik gewoon zat. En daarom laat ik met deze video zien van wat de gevolgen zijn van hun uitkomsten. He, door je eigen, wat je hebt gemaakt, falende rechtsstaat met falende regels, um, druk je burgers in, uh, uh, in, in dikke vette schulden die gewoon niet terecht zijn. En wat dus nu de rechtsstaat heeft gedaan, is um, goed, uh, goedkeuren dat zorgfraude gepleegd mag worden, dat hulpverleners, uh, uh, men, men, mensen met, met, met een hulpvraag, uh, proberen handelingsonverklaam te verkla uh, verklaren. Dat is wat de rechter nu heeft gezegd van ja, dat mag. En daar betaal ik belasting dan voor. Daar hebben we dan een rechtsstaat voor. Als dat zo gaat, dan hoeft van mij betreft een rechtsstaat niet. Dan hoeft van mij betreft dat soort dingen helemaal niet, want... Die, die mensen zijn zelf de grootste criminelen aan het worden, zo. Dat zou pas strafbaar gesteld mogen worden. Maar goed, ik moet dus verder met mijn leven. Maar dat komt dus wel met, met wrok, met haat, met. Uh, een vorm van misanthropie die zich heel erg richt op de ambtenarij. Ehm... Uh, en die er ook niet meer af gaat. En ik vind dus ook dat ik door, door wat hier gebeurt letselschade heb opgelopen. Ja, maar ja. Waar, waar, zijn, waar zijn mijn compensaties dan voor de schade? Hè? Anderen mogen wel gecompenseerd worden, maar ik niet. Ik moet dan altijd maar de schade ondergaan. En daar ben, daar ben ik gewoon niet van. Vind ik gewoon niet eerlijk. Dus daar gaan dan deze video's over. Ik vertel het. Zodat duidelijk is dat het gedocumenteerd kan worden. Zodat. Als ik straks of ooit nog eens iemand tegenkom of leer kennen of wat dan ook hier iets mee kan, dan is het, dan is het er, dan is het bewijs er, dan is het gezegd, en dan hoop ik dat er alsnog rekeningen vereffend kunnen worden, want daar zit ik wel op te hopen. Stilletjes en niet zo stilletjes, want uh, dit kan niet. Dus ja, op dit moment loonbeslag. Elke maand gaat uh, ruim uh, uh, 55 euro gaat, uh, uh, gaat daar naartoe, inclusief mijn vakantiegeld. Dus uh, ja, dat wordt uh, niet op vakantie dit jaar en ook niet volgend jaar. En uh, nou, verder heeft, uh, heeft eigenlijk alles en iedereen mij in de steek gelaten. En uiteindelijk heb ik geprobeerd om in cassatie beroep te gaan, maar ook dat is mij ontnomen. Want je moet dan per se een cassatieadvocaat hebben, en die cassatieadvocaat zag niet genoeg aanknopingspunten om, uh, om verder te gaan. En het feit van dat de rechter niet al mijn uh, grieven en, en uh, bewijsstukken van uh, onschuld uh, heeft meegenomen in de beslissing. En dat dat ook echt niet in de brief teruglas dat hij een beslissing had. had. Um, was schijnbaar niet genoeg grond voor fouten in de procedure om het bij de Hoge Raad neer te le uh, leggen. Ah, dat vond ik echt heel zuur. Dat, dat, ja. Weet je, dat kan niet. Op zulke moment zou je eigenlijk het liefst op één knopje willen drukken van poef. Zelfverklaard. Cassatieadvocaat. Nou, en dan. Uh, dat je dan opeens wel alle bevoegdheden krijgt om uh, een zaak in te dienen. En dit is dan misschien ook een mooi opstapje, wat niet helemaal de scope van deze video valt, maar het is voor mij dan wel een aanleiding die ik dan in een andere video zo over zover verder zou gaan. Maar toen werd mij verteld dat, er een, een, dat ik een al vanaf het begin af aan had camera. want dan die kon het zo brengen dat hè, dan wordt het speelveld al bepaald wat het dan gaat worden. Daar ben ik dan uiteindelijk op rad gegaan. Uh, ja, wist ik veel, maar... Als je succes afhangt of je wel of niet een advocaat vindt, weet je, mensen moet je op dat punt gewoon niet meer vertrouwen. Die doen gewoon te cruciale beroepen waar je gewoon niet op kunt bouwen, uh, omdat je niet over voldoende geld beschikt. Dus ik heb zoiets van, weet je wat, dan moeten we maar het meest democratische middel naar voren halen wat uh, uh, bestaat op dit vlak. En dat is robots. Uh, en dat ik gewoon eigenlijk een, een robotadvocaat zou willen. Die gewoon oneindig hoeveelheid capaciteit heeft, die ook gewoon niet moeilijk doet, die mij gewoon automatisch mag voor mijn zaak pleit En niet gaat kijken of het haalbaar is of wat dan ook, maar gaat kijken naar: uh, heeft mijn Velhars op zich op deze punten gelijk? En als ik uh, gelijk heb, moet ik dat gelijk ook gaan krijgen. Um, ja. Ik weet niet wat ik er verder over moet zeggen, maar. Het feit dat ik deze video nu pas maak en het enigszins een beetje rustig kan vertellen. Uh, ook al zit het merk ik al heel snel dat het me weer aangrijpt. Uh, we zijn nu denk ik al ruim een, een half jaar of een jaar verder. En ik kan het pas nu, nu over, over praten in deze enigszins rust. Zoveel pijn heeft het mij gedaan. Ik hoop dat dit gezicht, wat op beeld staat, van een behoorlijk gebroken man en een verslagen man, dat dat eens een keer de wereld overgaat. Dit is wat de Nederlandse overheid haar burgers aanricht: aan mensen die hulp uh, zouden moeten krijgen vanuit de wet Langdurige Zorg, en dan hulpverleners in staat stellen en niet de hoeven te straffen uh, terwijl ze. Terwijl ze uh, kwetsbare mensen, in de maatschappij zoals mij, uh, uh, proberen handelingsonbekwaam te maken. En voor wie dat nog niet weet, handelingsonbekwaam gemaakt worden, is in feite een vorm van moord. Want als je juridische geloofwaardigheid wordt uh, weggehaald, ontnomen, en je woord nergens meer op kan wegen tegen dat van een ander. Dan word je gewoon als een tweede rangs burger in Nederland en heb je geen leven meer. Echt niet. Dus dat vind ik een heel erg vergrijp. Een vorm van, van marteling. Maar ja, hier is het laatste woord nog niet over gezegd. En ik ben blij dat ik deze video's kan maken. Zodat ik het erover kan vertellen. Mijn kant van het verhaal te vertellen. En ik hoop. Dat als je dit verhaal hebt meegekregen en herhaald en denkt van: Oh, wat erg! Hier wil ik wat aan doen. Please help mij. Rijk naar me uit en uh, bied aan wat je kunt aanbieden. En ik hoor, uh, ik hoor het graag. Oké, okay. hartstikke bedankt voor het kijken van deze video. Doe even alles wat andere YouTubers ook graag uh, zouden willen zien. En doe dat dan ook bij deze jongen. En dan uh, zie ik je bij de volgende. Vrij goed? Houdoe!